Neemt hij op? Ja. Ik denk zeker dat hij stuk is. Ah. De kabel is kort. Klein puntje van aanmacht. Ik heb geen verlengje nodig. Mensen gebruiken de zaag namelijk zo, maar dat is helemaal verkeerd. Zo gaat het toch sneller. Is echt zo? Ja, dat komt online gezien op Facebook. En als op Facebook staat, is waar. Je bent goed trainen, jongen. Eén vraagje, waarom doen we dat in godsnaam daar? Dat weet ik veel. Wacht. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ik heb hem met. Het hebben niet nog busjes. Hé, het zat een brandje. Oh. Nou, brand wel lekker. Dit valt tegen. Ja, dat gaat vanzelf. Nee, dat gaat vanzelf wel, joh. Ruikt wel lekker. Oh god. Pet, zullen we er een leuke uitdaging van maken? Dan maak je schoenen eerst helemaal met dit spul eronder en dan ga je het uitschoppen. Laten we dat niet doen. Oh, kijk. Okay. Dat stinkt. Oh. Oeh. Oh, dat is niet op de wand. Zo. Hier. Oh, ik ga ervoor. Het stinkt een beetje. Ja, maar we moeten nog verder met paaien. Hé, tas toe. Hey, dit is, rubber is zelfs helemaal hard geworden. Best leuk. Zo lang staat hij al binnen. Ja, viel wat. Een soort van doormidden. Nou, en nu? Wacht, kijk of hem optillen, kijk of hij nog normaal kan bewegen. Ja, ik heb geen voorwiel meer. En dan kan je er een soort van zo'n racing van maken. Het enige wat hij nog mist is dat de veer zit nog aan vast. Oh ja. Dat is ook niet doorzagen. Nee, die kunnen we wel afhalen. In de stoel. Oeh, daar valt een blok. Of een benzinetank. Nou, zal ik hem die veer losmaken? Ja, die veer kan wel even doorzagen. Schiet dat niet. Goed, dat hoef ik niet door te zagen. Dat vliegt alle kanten op. Deze dan. Ja, die wilde ik oorspronkelijk doen, maar dat is een beetje een dikke buis. Dan kunnen we niet helemaal rondom komen. Kan wel, maar. Een beetje op de kop zetten. Als je dit eerst afhaalt. Dat is gewoon gerot. Zo, wat. Ja, een soort van. Hop. Gloeiende. Dopje 10 nog wel, die is toch altijd kwijt. Dopje 10! Ja! Of dopje 4, het is maar net naar welke kant je kijkt. Kunnen we een stukje scooter? Oeh. Passa. Moet wel zeggen, hij mist wat. Waarschijnlijk als je hier gewoon een schroevendraaier onder zet, dan wip je hem er zo vanaf. Als jullie scooter willen kopen, €50. Als je denkt dat die stuk is, dan is dat niet zo. In de bak. Oh. Ja. Mooi. Ik had niet gedacht dat toen we hem kochten dat hij er ooit zo bij zou liggen.
Dan moet ik ook zeggen dat ik dat niet had verwacht. Nee, hè? Toch niet. Hoe staat het ervoor, Niels? Heel goed. Dat lijkt er wel op, ja. Ah, dat is een beetje vastgerold. Nou ja, is prima. Niks een eindje. Nou. De uitlaat zit er een beetje op vast. Wil nou niet echt meewerken. Nee. Wat moet er vanaf? De stukken koelvloeistof slaan. Tuurlijk. Als je toch bezig bent, mag ook wel uitlaat. Maar... Dus ik denk dat dit makkelijker is. Tadaa. Nou, die ziet er niet eens heel slecht uit, het is alleen een beetje droog. Kijk dan. Is nog niet eens heel slecht. Oh. Mooi uitbakken. Nou, valt me nog alles mee eigenlijk van binnen. Trek ze eruit, trek ze eruit. Enkel fout. Hoe noem je dat ook weer? De borgpanning. Ja, dat ja. En dat is de, hoe noem je dat ook weer? De dinges. Pistonpen of zo. Maar dit ding is helemaal niet slecht of zo, is nog prima bruikbaar. Als je uit stuk gaat ben je. Kijkaas. Nou, hartstikke mooi. Ode aan Bob. Die smel eigenlijk een beetje door. Deze is ook aardig warm geworden, zo te zien. Welke? Deze. Maar blauw verkleurd in het midden. Ja. Nou. Bedankt voor 10.000 abonnees, zou ik zeggen. Hoi. Of zo. Dat is fantastisch. Zijn jullie heel dankbaar? Het is echt niet normaal. Echt niet normaal. Top! Nou, dat wordt aardig. Ja, maar het is nu gewoon volledig metaal. Je kan niks meer slopen aan dat ding. Nou, top! Nou, oké. Doei! Ja.